U luistert naar Koinonia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had vele jaren geleden een studievriend, die heel goed op de hoogte was van de Bijbel en het Evangelie. Was van Rooms-Katholieke afkomst, was misdienaar geweest, wist ontzettend veel. En hij had ook Latijn geleerd, dus hij kon zelfs de grote vaders van de Rooms-Katholieke traditie, lezen in het Latijn. En we hadden veel gesprekken over de Bijbel, over het geloof. Maar er was altijd één uitkomst in zo'n gesprek, dat hij zei, ik weet wel wat de kerk zegt, maar ik geloof het niet. En hij vond het prachtig wat de kerk allemaal zei. Hij studeerde daarop en hij dronk dat helemaal in en hij wist de concilieteksten te citeren en Thomas van Aquino enzovoort. Ik weet niet of u dat wat zegt, maar dat zijn grote mensen in de katholieke traditie. Maar het gesprek eindigde altijd hetzelfde. Ik geloof het niet. Dan zeg ik, waarom geloof je dat dan niet? Dat klopt toch allemaal, ook in je eigen ogen, je vindt het toch mooi. En dan zei hij, ik zou zo graag willen geloven, maar het is me nog niet geschonken. Nou, dat is iets wat je wel vaker hoort in Nederlandse kerken. Het geloof moet je geschonken worden. Dus daar ga je gewoon rustig op zitten wachten. En ondertussen leef je maar een beetje zoals het je uitkomt om te wachten tot je dat geloof krijgt. En dat moet dan ergens wonderlijk van boven en van buiten komen. Dat is niet de manier waarop Paulus daarover spreekt. Dat is niet de manier waarop de Hebreeënbrief daarover spreekt. Als Paulus over het geloof spreekt, dan zegt hij, kijk, God heeft jullie die opdracht gegeven om te geloven. Dat is een opdracht. God verkondigt, zonder onderscheid des persoons, aan alle mensen, overal, dat ze zich moeten bekeren. Dat is een opdracht. Geloven is niet facultatief, kun je voor kiezen of niet. Het is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou ja, ik ben nog niet zo ver, of dat komt morgen wel. Of op mijn sterfbed komt het wel, of wanneer het me een keer gegeven wordt. Nee, geloven is een opdracht. Is iemand die zijn hand naar u en mij heeft uitgestrekt, of nu uitstrekt, en die zegt, neem die hand nou aan. Dan kun je niet zeggen, ik wacht nog wel even. Dank u wel, ik wacht nog wel even, ik ben er nog niet aan toe. Nee, zo'n hand, vooral als je beseft dat je in het water ligt, en dat je moe bent van het water trappelen en dat je misschien bang bent om te verzuipen. Dan pak je zo'n hand aan en zeg je, ja, dank u Heere, dat u mij uit dit water wilt, dit water van de dood wilt redden. Een kwestie van nadenken. En wanneer zal ik dat eens doen? Er zijn vele redenen om te geloven. En er zijn ook vele redenen, zeggen mensen, om niet te geloven. Want we willen zo graag in ons leven dingen zeker weten. Als je naar een arts gaat en je bent ziek, dan wil je niet dat die arts zegt, nou, ik geloof dat dit medicijn wel bij u past. Nee, dat moet hij weten. Je wilt geen chirurg hebben die zegt, ik geloof dat uw hart ergens daar zit. Nee, dat moet hij weten. En toch is het met geloof anders gesteld dan met de dingen in deze wereld. We hebben net gelezen, het geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Dat is wonderlijk, hè? Dingen die je niet ziet, dan zou je denken, daar weet je juist niks van, hè? Je weet toch niks van dingen die je niet ziet? Daar moet je toch wetenschap voor hebben, of ingewikkelde proefnemingen, of weet ik veel wat. Dingen die je niet ziet, weet je niet. Ik kan niet verder kijken naar de achterkant van deze zaal, ik heb geen idee wat erachter ligt. Hoe kan ik nou zekerheid hebben van dingen die ik niet zie?
Een vaste grond, staat er. Van de dingen die men hoopt. Ja, de dingen die je hoopt, die zijn toch in de toekomst? Hoe kan ik daar nou een grondslag voor hebben? Weet u, het heeft ook eigenlijk helemaal niks met je hoofd te maken. Met wat je weten kunt, of denken kunt, of zien kunt. Het heeft misschien wel iets te maken met wat je horen kunt. Zoals ik die stem hoorde van mijn oma, die vertelde van haar leven en die uitlegde waarom ze ons kon vergeven en waarom we toch die aardbeien kregen. Dat is een stem, dat is een persoon. Geloven heeft iets te maken met een relatie. Met iemand die je kent en die je vertrouwt en die tegen jou zegt, ik zal jou helpen. Nee, maar het is gewoon in het menselijk leven. Je hebt hulp nodig en iemand in de buurt zegt, ik zal jou helpen. En dan weet je van die persoon, oh, dat zal hij ook zeker doen. Of dat zal zij zeker doen. Dat zegt ze niet zomaar. Ze komt me ook helpen. Kijk, dan heb je een vaste grond voor de dingen die je hoopt. Je hoopt die hulp te krijgen, maar je twijfelt er ook niet aan. Je kent die mens, die vrouw of die man. Je weet dat hij of zij betrouwbaar is. Nou, dan heb je een vaste grond. Dan heb je een vaste grond. Je ziet niet wat ze doet en je ziet niet wat ze denkt. Je weet niet hoe zijn leven gaat, maar je hebt toch vertrouwen in die persoon. Meer vertrouwen dan je kunt hebben in de dingen die je ziet. Hier is een persoon waarmee je een geschiedenis hebt, die betrouwbaar is gebleken, die kun je vertrouwen en dan wordt het een vaste grond. Kijk, dat is wat geloof is. Dat is een vertrouwen, niet in iets, en zeker niet in iets wat je niet kunt zien, maar wel in iemand. Iemand die betrouwbaar gebleken is, die je vertrouwen kunt. Hoe weten we dan, als we het over God hebben, of het over de Heer Jezus hebben, dat die betrouwbaar zijn? Ja, dat leren we weer van elkaar. Dat kun je ook in je eentje helemaal niet ontdekken. Er was vroeger zo'n uitspraak, we moeten wel beseffen, geloven is een werkwoord. Geloven is iets wat je moet doen. En dan zei ik altijd, ja, maar het is ook in het meervoud. Wij geloven. Dat doen we ook samen. Dat je elkaar een beetje bij de hand neemt, en tegen elkaar zegt van, jawel, vertrouw er nou maar op. Vertrouw hem nou maar. Want voor mij is hij, is deze God betrouwbaar gebleken. Ik heb geen teleurstelling met deze God meegemaakt. En toen ik er een had, was er een ander die tegen mij zei, bij wijze van bemoediging, hou maar vol, hou er maar aan vast. Geloof richt zich op een persoon die betrouwbaar is. En geloof is een werkwoord in het meervoud. Iets wat je samen doet, als er maar twee of drie zijn. Dat zijn we dan rijk, hè, vanmorgen. Twee of drie is al genoeg. De rest is al overvloed, is al extra. En dat je samen kunt geloven, elkaar kunt bemoedigen. Want naast je zit iemand die hetzelfde lied zingt. En aan de andere kant zit iemand die met je meebidt. En het woord van God wordt gelezen dat betrouwbaar en vast en zeker is. Waaraan je je mag vasthouden. Zoals generaties lang daaraan is vastgehouden. Zoals over de hele wereld daaraan wordt vastgehouden. In Ecuador en in Zuid-Afrika en zelfs in China zijn er mensen vanmorgen bij wie dit boek opengaat. En die daar hun vertrouwen aan hechten. En we kennen ze niet, maar het zijn onze broertjes en zusjes. Onze familie zit daar, met diezelfde Bijbel en met diezelfde God. Het tweede wat we gelezen hebben, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat zei ik dan vaak tegen die vriend van mij. Je kunt wel zeggen, ik geloof het toch niet echt, ik voel het niet echt, ik ervaar het niet echt van binnen. Maar dan kun je God ook niet behagen, dan ben je niet zijn kind, dan ben je niet bij hem in de buurt. God vraagt dat geloof ook, dat heb je ook nodig. Als je elkaar niet zou kunnen vertrouwen, dan valt de hele samenleving in elkaar. Het woordje krediet, dat kent u wel, betekent eigenlijk geloofwaardig zijn. Als je krediet hebt bij een bank, dan is het geloofwaardig dat je daar geld vandaan kunt halen. Dan heb je vertrouwen in dat dat geld voor jou is opgeborgen, voor jou beschikbaar is. We geven elkaar krediet.
Zonder dat soort van geloof is de samenleving onmogelijk. Nou, het is ook onmogelijk om God te behagen zonder geloof. God zendt zijn zoon in deze wereld. Hij geeft het liefst de prijs van wat hij heeft. Hij geeft van zichzelf weg. En dan zouden wij tegen hem zeggen, dat gaat aan ons voorbij. Daar hebben we geen vertrouwen in. Dat is niet betrouwbaar. We hebben het niet nodig. Misschien nog wel erger. Waarom hebben wij die zoon nou eigenlijk nodig? Waarom moest hij nou komen? Dat God dat doet is iets in het verleden, dat is prachtig, is mooi. Daar kun je geleerde verhandelingen over schrijven, maar wat zegt het mij nou? Zo werkt het toch niet? In het geloof wordt dat iets heel persoonlijks. Wordt het deze Heer die voor mij gekomen is? Paulus zegt het zo mooi, dat was mijn dooptekst destijds. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, zegt hij. Christus leeft in mij. Dat is Gods perspectief. Ik leef niet meer. Mijn oude mens is weggedaan, enzovoort. Met Christus gekruisigd, enzovoort. En dan komt de menselijke kant. De kant van het dagelijks leven. Wat nu mijn leven in het vlees betreft, gewoon van dag tot dag, met alle zorgen en problemen die dat geeft, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ik leef door dat geloof. Zonder dat geloof leef ik niet echt. Is het maar een schimmenspel? Is het allemaal onwerkelijk en onbelangrijk wat ik meemaak? Maar nu door het geloof leef ik. Door het geloof in de Zoon van God. Want hij heeft mij lief gehad. En heeft zijn leven voor mij overgegeven in de dood. Dat bepaalt dan mijn hele leven. Dan is geloof niet de slagroom op die aardbeien. Maar dan is het de kern van alles. Dan is het hart dat klopt in jou van waaruit je leeft. Te beseffen wat dat betekent. Dat de Heer Jezus kwam. En elk van u bij naam en bij levensgeschiedenis kende. Elke fout, elke zondige gedachte, alles wat misging tussen u en God, wist. En dat u nog totaal niets van hem gehoord had. Toen hij u al op het oog had. En bij zichzelf dat hem of haar zal ik maken tot een kind van God. Van hem of van haar zal ik al die zonden, al die fouten, al die missers, zal ik dragen op het kruis. U had nog niet van hem gehoord en hij had het al gedaan. U hebt nog niet in hem geloofd of hij had u al bij de hand genomen en was al zijn hand gaan uitstrekken naar u. En nu mag u dat eenmaal weten. Nu mag u dat geloof ook hebben. En u mag het samen hier oefenen. En dan mag u met Paulus zeggen, wat mijn leven van alle dag betreft, op maandag, dinsdag, net zo goed als op zondag, leef ik vanwege dat geloof in die Zoon van God die mij heeft lief gehad. Moet je je voorstellen. Ondanks al die fouten en zonden en missers en zwakheden en onverschilligheid enzovoort. Hij heeft mij lief gehad. Toen ik nog vijandig stond tegenover God of van hem niks wilde weten. Toen ik nog zei, net zoals die vriend, ja, het is mooi, maar ik geloof het niet. Toen had hij mij al lief. En had hij zijn leven al voor mij overgegeven. En hij wil dat dat geloof ons van dag tot dag vervult. De kern van alles is. Het hart van waaruit alles tevoorschijn komt. Dat we elkaar aankijken in dat geloof. En niet zomaar iemand zien, maar iemand die door God geliefd is. Een broeder of zuster, deel van die ene familie van God. Dat hij wil dat we zo naar elkaar kijken. Ook al zitten we nog zo ver uit elkaar. Ook al zitten we niet hier, maar ergens anders. Broeder of zuster in het geloof. Want dat geloof mag ons leven vervullen en rijk maken, maar het mag ook de richting aanwijzen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Dat God zo in elkaar zit. Dat hij dat ook van ons vraagt. Zoek mij nou en hou aan mij vast. En wees trouw aan mij. Want dan kan ik je wat geven. God kan ons niks geven als we hem niet in geloof benaderen. Dan wordt het allemaal een beetje doods. Dat niet oefenen, dat geloof, dan zinkt het helemaal weg. Paulus die zegt ergens,
Beproef uzelf of u in het geloof bent. Onderzoekt uzelf. Ga nou eens kijken. Of u dat nog allemaal wel weet en vasthoudt. Of het nog een werking heeft, een betekenis heeft voor je leven van alle dag. Onderzoek dat nou eens. Want als je dat weet, dan weet je of Christus Jezus in jou woont. Of hij in jouw kracht uitoefent. Of hij door zijn geest in jou werken wil. Kijk dat af en toe eens na, zegt hij als het ware. Dat je niet laat afleiden door zoveel dingen in het leven. Zelfs de mooie dingen in de kerk kunnen afleiden van degene om wie het gaat. God beloont wie hem zoeken. Niemand zoekt hem vergeefs. En dan het derde, zou bijna kunnen zeggen, de definitie van geloof in Hebreeën 11. Ze hebben die, dat is de vervulling van de belofte, ze hebben die niet verkregen, maar ze hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Dat is een rare uitspraak. Jullie zijn allemaal vreemdelingen. Niet eentje uitgezonderd. Zo horen jullie te zijn, dat zijn jullie van Gods kant uitgezien. Zo horen jullie jezelf te gedragen. Wat zou dat nou betekenen? We kunnen daar straks nog over verder praten. Maar wat zou dat nou betekenen? Dat je eigenlijk hier in deze wereld zoals die gaat, met alles wat die wereld zo vanzelfsprekend vindt, hebzucht, is eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Belastingdienst gaat ervan uit dat iedereen hebzuchtig is. En dat dus niemand betrouwbaar is als hij zijn belastingaangifte doet. Hebzucht. Zucht naar roem. Naar een invloedrijke positie. Dat je over anderen een beetje kunt heersen. Dat is ook iets normaals. Carrière maken. Hoger klimmen. Op een ladder. Waardoor je steeds meer mensen onder je hebt naar wie je kunt naar beneden kijken. Dat is heel normaal in deze wereld. Of een gevoel van helemaal thuis zijn en veilig zijn omdat je grote rijkdom je voor alles beschermt en bewaart. Ook zo'n streven van mensen. Dat is de wereld. Dat is gangbaar. Dat is vanzelfsprekend. En nou zegt de Bijbel, in die wereld zijn jullie vreemdelingen en bijwoners. Dat betekent, je kunt niet en je mag niet en je hoort niet mee te doen met dat alles. Kijk, nou wordt het streng. Dan gaat het geloof ook iets van ons vragen. Dat vanzelfsprekende, dat hoort niet bij ons. Het zou leuk zijn, toch? Als je de loterij wint, 3,5 miljoen euro. Het zou leuk zijn. Denken. Het zou leuk zijn als ze mij tot minister-president maken van Nederland. Ja, het aanbod komt morgen en zeg ik natuurlijk ja. Opvolger van Rutte word ik er. Zou dat mooi zijn? Is dat een droom die zinvol is? Niet alleen maar omdat hij niet zal uitkomen, dat weet ik ook wel. Maar omdat ik die positie helemaal niet zou moeten innemen. Vreemdelingen en bijwoners worden geen minister-president. Abraham is niet koning geworden van Canaan. Abraham heeft gewoon gewacht tot de tijd kwam van Gods koninkrijk. En ondertussen heeft hij beleden, niet alleen maar geweten. Hij heeft niet alleen maar in die rol gedrukt. Hij heeft het beleden, daar was hij trots op. Dat wist hij uit zijn geloof. Ik ben alleen maar een vreemdeling en een bijwoner. Want ik heb alleen maar een vaderland dat ik nog niet kan zien. Wat nog komt. En ik mag mezelf een beetje oefenen voor dat vaderland. Dat is het geloof zoals het op de toekomst gericht is. We hadden het geloof als vertrouwen in iemand. In de Heere God die jou leidt. We hadden het geloof waarmee je God behaagt. Met je in zijn zoon gelooft die zijn leven voor je gaf. We hebben het geloof dat uitkijkt naar de toekomst. En dat beleid dat wij nu vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat we eigenlijk nu al moeten gehoorzamen aan de wetten van dat koninkrijk dat komt. Ja, maar dat is raar. De wetten van dat koninkrijk waarin we nu leven, het aardse koninkrijk, dat is niet heb je naaste lief als jezelf. Nee, wie zijn naaste lief heeft is een suffert. Die benadeelt zichzelf. Dus we procederen tegen elkaar, want we willen ons recht. Niet in Gods koninkrijk. In Gods koninkrijk heb je zelfs je vijanden lief. Heb je zelfs zorg om hoe het daarmee afloopt. Niet in dat wereldse koninkrijk. Abraham heeft beleden dat hij een vreemdeling en een bijwoner op de aarde was.
Hij heeft verlangd naar dat betere, dat is dat hemelse vaderland. Broeders en zusters, wij, jullie, zijn burgers van het koninkrijk in de hemelen. Door geloof. En wie in geloof leeft, zal dus ook de kleur van dat koninkrijk moeten dragen. Zal trots moeten zijn dat hij daarbij hoort. Ik heb heel veel discussies gehad in Nederland over de vraag, zijn wij nou christelijke Nederlanders of Nederlandse christenen? Dat zou ik hier kunnen herhalen. Hè? Zijn jullie nou Belgische christenen of christelijke Belgen? Of heet jullie liever Vlamingen? Vergeef me als ik jullie Belgen noem en jullie zeggen, zo wil ik wel niet noemen hoor. Dat weet ik nog niet. Kom ik allemaal wel echt. Maar wat zijn we nou? Zijn we nou Nederlandse christenen? Dat we zeggen, christenen die toevallig in Nederland wonen, maar ook in Duitsland of België of Frankrijk of waar dan ook, geboren hadden kunnen zijn. God roept uit vele volkeren, zijn eigen volk. Hoor ik nou in de eerste plaats bij dat ene volk wat God zich geroepen heeft voor zichzelf? En maakt het verder niet uit waar ik deel van uitmaak, welk land ik toevallig geboren ben? Maakt Abraham niet uit. Die is geroepen. Die heeft een aparte positie. Die moest zijn land en zijn familiekring verlaten om op zijn geloofsreis te komen. Elk van ons is eigenlijk net als Abraham geroepen om uit zijn land weg te gaan. En als dat niet letterlijk gebeurt, dan in ieder geval geestelijk. Ik hoor in geestelijke zin geen Nederlander te zijn. Ik ben uit de volkeren geroepen, zegt de Bijbel. Net als Abraham. Ik hoor er niet meer bij. Mijn solidariteit is niet met Nederland, maar is met de gemeente van Christus. Het volk dat God geroepen heeft. Of ben ik een christelijke Nederlander? Ben ik in de eerste plaats een Nederlander en dan komt het geloof nog een beetje erbij, hè, waardoor ik een bepaalde kleur krijg. Je hebt ook Hindoestaanse Nederlanders en je hebt Surinaamse Nederlanders en je hebt Friese Nederlanders. Allemaal kleurtjes. Ja, in de kern allemaal Nederlanders. Of zit het toch anders? Als je hier zo leest in Hebreeën 11... dan is heel ons geloof een oriëntatie op de toekomst, op een hemels koninkrijk dat je nog niet kunt zien, maar waar je nu al deel van uitmaakt. En dat hoort je leven van elke dag te bepalen. Niet waar je vandaan komt. Ik weet niet waar u geboren bent. Ik vind het wel gezellig om erover te praten, maar het is niet belangrijk. Want u bent geboren uit water en geest. U bent geboren en geroepen tot een ander koninkrijk. U bent geboren en geroepen tot een ander leven. Tot een leven dat hoort bij dat koninkrijk dat komen zal. Als onze Heer Jezus Christus zal terugkeren. Als hij zijn koninkrijk zal vestigen. Als de machten van de zonde en de dood en de verslaving en de verdrukking en de ongelijkheid zijn verslagen. Bij dat koninkrijk horen wij. En we mogen daar alvast samen in oefenen, over lezen en ervan genieten. En een hart vol krijgen, zoals Abraham, van verlangen naar die tijd, naar dat koninkrijk dat komen zal. Geven de Heere ons dat geloof. Dat volle geloof in hem die ons geroepen heeft, die met onze persoonlijke relatie wil. In hem die ons beloont, omdat we hem zoeken, met hem bezig zijn. En in hem die ons een toekomstig vaderland schenkt, waar we voor eeuwig tot rust mogen komen van al onze werken. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.